What's up, interviewers? We zijn vandaag bij basisschool Aquamarijn. En we gaan naar een voorlichting kijken van kinder- en jongerenrechter. Gaan jullie mee? We zijn hier op het Aquamarijn school. Ik sta hier met Monique en Joris. Wat gaan jullie nou doen? We gaan zo voorlichting geven voor groep 8 over wat wij doen als kinder- en jongerenrechtswinkel. En een beetje algemeen over wat rechten is. En waarom willen jullie dit eigenlijk doen? Ja, omdat wij als kinderrechtswinkel willen we sowieso laten zien wie we zijn. En we willen ook vooral die jongeren een beetje en die kinderen in aanraking laten komen met het recht. Oké, en doen jullie zelf ook iets met rechten? Ja, we zijn allebei rechtenstudent. Dus we doen dit als vrijwilligerswerk naast onze studie. Wat voor informatie wil u vooral meegeven aan de kinderen, jongeren? Ja, vooral wat ze kunnen doen om hun eigen rechten te leren kennen. Wat wij voor hun kunnen doen. En gewoon een beetje algemene kennis over wat het recht is. Wij gaan nu naar de presentatie kijken. Ik ben benieuwd wat voor rechten er nog meer zijn. Tot zo! Run deep, run wide. I follow you deep sea, baby. I follow you dark dawn, honey. I follow you deep sea, baby. We hebben net een voorlichting gehad over jongeren en kinderrechten. Wat is jou het meest bijgebleven? Ja, dat kinderen gewoon recht hebben om naar school te gaan. En wat vinden jullie nou het belangrijkste recht eigenlijk? Dat kinderen gezond leven hebben. Oké, en overal zijn er regels. Wat vind jij het belangrijkste regel? Ja, ik vind gewoon dat kinderen naar school kunnen. Dat vind ik het belangrijkste. Thuis hebben jullie natuurlijk ook regels. En wat voor regels heb jij thuis? Ja, om 9 uur naar bed toe. Mijn kamer opruimen als het vuil is. Meestal 8:30 de tv uit. En vonden jullie het leerzaam? Ja. Ja, jij ook? Ja, ik vond het ook leerzaam. En wat vond je leerzaam? Ja, over rechten over de kinderen. Want ik vond het echt niet kunnen dat ze niet buiten mogen spelen en zo. En ik vind het wel goed dat er mensen zijn die daarvoor opkomen. En die boeken, die zijn zo dik. En die letters zijn zo klein. Denk je dat jij allemaal uit je hoofd kan leren? Nee. Wat ik me nou afvraag, kennen de jongeren op straat de kinder-jongerenrechtswinkel? Hebben jullie wel eens van de kinder- en jongerenrechtswinkel gehoord? Nee. Dus jullie weten ook niet wat het inhoudt? Nee. Hebben jullie wel eens van de jonger- en kinderrechtswinkel gehoord? Nee. Jij ook niet? Nee. Nee, nou, daar kan je terecht als je vragen hebt over je wetten, plichtingen en regels. Ben je bekend met de jongerenrechtswinkel? Nee, eerlijk gezegd niet. Nooit van gehoord? Nooit van gehoord. Nee. Niet? Nog nooit van gehoord? Nee. Nee, niet echt. Nee, nog nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Ben je bekend met de kinder- en jongerenrechtswinkel? Nee. Nee, nog nooit van gehoord, dus je weet ook niet wat het inhoudt? Nee. Nou, bij de jongeren- en kinderrechtswinkel kan je terecht als je meer wilt weten over je regels, wetten en verplichtingen. Denk jij dat jij daar ooit gebruik van zult maken? Nee. Nou, wie weet in de toekomst, als ik het nog een keer nodig heb, is altijd goed om te horen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Je denkt het niet? Oh, dus jij weet al wat jouw plichten zijn? Ja, wat in de toekomst wel, wat ik wil doen. Nee, ik denk het niet. Nee, jij weet al wat jouw rechten zijn? Ja, gewoon gemiddeld eigenlijk. Zijn jullie bekend met de jongeren- en kinderrechtswinkel? Nee. Nee, en jij? Nee, ook niet, sorry. En hoe oud zijn jullie? 17. Ook 17. Nou, jullie zijn nog jong, dus jullie kunnen altijd gebruik maken van de jongeren- en kinderrechtswinkel. Want tot je 18e kom je altijd in aanraking met rechten, plichten en wetten en van alles en nog wat. Dus wil jij daar meer over weten, kan je altijd terecht bij de jongeren- en kinderrechtswinkel. Okay. Denken jullie dat jullie daar gebruik van zullen maken? Ik weet het niet, misschien later nog. Als ik weet waar die zou zijn. Als je de rechten niet weet, kan je altijd terecht bij jongeren- en kinderrechtswinkel hier in Nijmegen. Okay, ja? Doeg! We gaan nu kijken naar een item van het jongerendebat.